ensemble team. En het is dus zo dat we elkaar eigenlijk ook nog heel aardig vinden. En dat we dan soms samen iets leuks willen gaan doen. En vandaag zijn we bij de... Efteling is onze lievelings voor altijd. Nu gaan we daarheen de hele dag. We gaan jullie lekker meenemen. Dit wordt leuk. Zin in! Malou, waar gaan we heen? Goeie vraag. Nee. De Fata Morgana. Oeh, spannend. Ja, ik wil altijd weten waar ik ben op de wereld. Ja, dat vind ze belangrijk. Dat vind ik heel belangrijk. Fata Morgana! Heb je er keiveel zin in? Heel veel keiveel, 100% veel zin in. Ja jongens, we gaan nu naar het deel waar alles spannend is. We gaan in de achtbaan. Vind je het spannend, René? Heel spannend. Ik wil echt alleen maar zo. Ik denk dat we dit een paar uur volhouden en dat we dan een soort van kaakchirurgie moeten ondergaan. Van al het vrolijke gelach dat we aan het doen zijn. De Fata Morgana was zo mooi. Het is zo beautiful. Het is, dat komt misschien niet over op camera, maar het is dus ziekelijk warm vandaag. Echt super 30 graden. Dus ik denk dat we hier duik ingaan. En nat willen worden. Weet je wat ik niet durf? Dit. We gaan in Joris en de Draak. En dat is kei tof. En dat is denk ik mijn lievelingsachtbaan van de superwereld. Daar mogen we niet echt filmen, maar dan gaan we dus met de GoPro. Wee! Wat dan redelijk essentieel is als je in de Efteling bent, is zeg maar wat je in ons eten. Awesome! Mm. Heerlijk, niet eens. Jongens, meisjes, we gaan in de Vliegende Hollander. Maar dat wordt leuk, maar daar kunnen we niet echt filmen binnen. Want als je er ooit wel eens in bent geweest, dan weet je dat het daar super, super donker is. Maar, en donker en nat. Net als, nee. Wat een spanning en sensatie. Kletsnat. Kletsnat. Ik weet niet of je het ziet, maar ik voel in ieder geval wel dat ik zeikersen nat ben. Ik vind dat leuk, de Vliegende Hollander. Heel leuk, dat is de eerste keer. Super spannend. Was er nog nooit in geweest, dus het was helemaal een verrassing wat er allemaal ging gebeuren. Ik ook niet. Oh, jij ook niet. We zijn met Noob! Oké, wat wordt de volgende attractie? WC! Yay! Maartje, moet je ook bouten? Zeker! We gaan in de oude Tsuffer. En dat is ook de stage name van je vader. Oh! Hallo, handen aan de stuur, handen aan de stuur. Joujou, eerst les toetoet. Oké. Oh mijn god! Ik doe het heel goed. Hi. Selfie going on. Is het? Maak je ook niet vaak mee dit.
waren net in de barok en onze handen omhoog. Drie keer achter elkaar. We mochten drie keer achter elkaar in de barok. En het was amazing. Fucking fantastisch. Echt super vet. Iedereen in ons wagentje vond het heel leuk dat we drie keer achter elkaar mochten. Ja, ik had er 10 keer in gekund als ik zou willen, maar andere mensen moeten natuurlijk ook. Ja, we gaan ook nog naar de sprookjesbos en zo. En we gaan nu ook nog allemaal naar leuke dingen. Het is ook extra leuk als je nog een beetje naar voren gaat hangen bij die vrije val, want dan vlieg je meer. Doe dit gewoon, anders krijg je spijt. En spijt moet je niet hebben in het leven. En het is gewoon geweldig. Ga, het is geweldig. Hallo, ik knijp lekker tegen de zon in en we gaan in. Weet je wat we gaan doen? Nee. We gaan naar de Piranha. Oh, dan worden we nat. Dan worden we keisje nat. Iedereen die hier naar buiten komt, kijkt echt doodongelukkig. Iedereen is echt drijfnat. Echt drijfnat. We gaan het doen. Maar we kunnen je niet meenemen, want nat en zo. Dus tot zo. Kijk jongens, wat zalig. We hebben allemaal lekker snackjes eten. Had jij een lekker broodje kroket? Had jij ook een lekkere hamburger? Had jij een lekkere kipkorren? Oh! Oké, we hebben net vet lekker gesnackt met friet. En gaan we naar het spookhuis. En weet je wie van het spookhuis houdt? Wij willen ook op de vlog, hallo allemaal. Enzo Knol en dan misschien komen dan kinderen. Hi, ik ben Enzo Knol. Wij zijn de tweelingzussen van Enzo Knol. Dus doe duimpjes omhoog. Zij weten allemaal wie er... Duimpje omhoog! Duimpje omhoog, abonneer. En de groeten geen duimpjes aan je moeke. Boo! Run! Pizza! Nice! Wow! Toepadoe! Malou, hoe psyched ben je hierover? Heel psyched! Dit is mijn favoriete attractie. Ik denk dat ik dit ook een van de leukste dingen vind die ik heb. Duidelijkheid, Malou Keizer zit op een varken en wij zitten op paarden. Malou! Malou! Papier hier. Ik durf niet naar het land van Laaf. Daarom gaan we eerst in de droomvlucht. Zo prachtig iets. Ik vind het zo'n prachtig iets. Ik kan wel janken. Is dit het enige wat ik nog herinner van vroeger? Echt? Ja. Maartje. Waar we heen gaan? Mm-hmm. Het Sprookjesbos. Eindelijk. Ik heb er zin in. Ik vind Sprookjesbos eigenlijk het leukst van alles. Ja, dat noem me een enorme kneuter, maar ik vind het gewoon heel gezellig. Nee, dat is zo. Ik zie Suze.
Maartje is een Hollandse toerist. Ik zit er wel hard voor misschien. Hallo. Doei. Dansen de schoenen verder, ja, en zij niet. Oh my god, hoeveel gruwelijke verhalen heb je hier? Ik ben helemaal... Ja, alles sprookjes zijn echt dark. En sprookjes zijn ervoor bedoeld dat je iets leert over het leven. Run! Hier. Dit is spannend, dit is spannend, dit is spannend! Jongens, kom hier! Niets is raar, just ask a guy. Facebook, Instagram, Salma.nl. Mark en Ashwin, die weten het wel. Hij is al klaar. M, oh jammer. Vrouw Holle, yo. Vrouw Holle is hier. Oh jee, yeah, daar is ze. Ah, daar komt ze. Ja, ik heb laatje sneeuwen. Nou! Nee. I make it rain! Dit is de challenge van de dag. Challenge. Wie gaat er winnen? Is het mevrouw? Laura Gommans. Is het? Mevrouw Malou Keizer. We gaan het zien. Let's go! Hey Laura. Hey. Kom je vaak hier? Hallo, is het een keukenhof? Hallo, keukenhof? De keukenhof? Waar zijn jullie? Wel toch tegen, keukenhof. Prachtig. Jongens en meisjes, het dagje zit er bijna op. Maar niet voordat we naar de Aquanura super waterspektakel fontein of show gaan. Ik weet niet of dat de officiële benaming is, maar ik vind het leuk klinken. Kijk, hier is Symbolica. Ja, en die gaat volgens mij over 1 juli gaat die open. En dat is nog niet nu, maar het ziet er spectaculair en fantastisch uit. En ik ben heel benieuwd hiernaar. Erop. Ja. Hoe fantastisch was het? Fantastisch. Mega fantastisch. We hebben de dag van ons leven gehad. We willen de Efteling vet erg bedanken. Dankjewel. Gefeliciteerd met jullie 65ste verjaardag en alle leuke mooie dingen die er dit jaar aan gaan komen. Wij komen zeker snel terug, want dit is mijn favoriete plek op de aardbol.
En kom jij ook terug naar onze vlogs, dat vinden we gezellig. Doe dan ondertussen deze. En abonneren. En dan zien we jullie bij de volgende video gezellig weer terug. Bye! Doei! Bye.